vandaag heb ik een video voor jullie die eigenlijk is aangevraagd, maar ik had hem al een tijdje in mijn hoofd zitten. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat de video is aangevraagd, vandaar dat hij er nu ook is. Ik ga in dit filmpje al mijn statement kettingen laten zien, dus eigenlijk een beetje mijn statement kettingen stash. Lieve Skets is aan het spelen met de kettingen. Nou, ik hoop dat jullie niet al te afgeleid zijn door mijn kitten die hier loopt. Voor de mensen die mijn vorige video hebben gezien, ik heb een kitten sinds kort en ze is nogal speels, dus ze loopt lekker veel rond, dus zal waarschijnlijk nog een paar keer langs lopen. Maar om verder te gaan, ik ben eigenlijk net begonnen met het flink kopen van statement kettingen. Ik ben heel erg verliefd op statement kettingen. Ik heb er namelijk 14 om te laten zien. Dat zijn ook echt alle statement kettingen die ik heb. Ik heb nog wel wat kleinere kettingjes, maar dat vind ik niet echt statement kettingen. Wel heb ik een paar subtiele statement kettingen die sommige mensen ook niet zullen beschouwen als een statement ketting. Nou, ik laat nu mijn stash zien, omdat het eigenlijk nog niet een hele grote stash is. Maar ik vond het gewoon wat leuker om het gewoon in delen te doen. Dus stel, ik koop over een tijdje nog een aantal kettingen erbij. Ik zeg maar wat, een stuk of 10. Dan zou ik wel weer een nieuw filmpje kunnen maken. Maar ja, nu zijn de kettingen die ik hier heb liggen nog vrij relevant. En anders heb je er ook niets meer aan. Dus nu laat ik ook kettingen zien die je daadwerkelijk ook nog kunt kopen. Dus dan heb je er nog wat aan. Want als ik over een half jaar kom met dit filmpje en ik laat ongeveer 30 kettingen zien, dan ja, dan heb je er niet zoveel meer aan. Dus ja, het leek me gewoon leuk om sowieso gewoon mijn statement sieraden stash 1 nu op te nemen. Want echt waar, er komt zeker weten een 2. Hoe lang dat duurt of hoe kort dat duurt, dat weet ik niet. Maar ik ben iedere keer op de hunt voor nieuwe sieraden. Maar soms gaat het best wel lastig voor mij, want ik draag geen gouden sieraden, geen gouden kettingen. Bijvoorbeeld, ik was laatst ook in de Forever 21 en ik zag alleen maar gouden kettingen. Ik werd echt gek. Heel mooi allemaal, maar ik vind het mij gewoon niet staan. Ik vind zilver mij veel mooier staan. Vandaar dat het ook echt niet super snel ging. Dat is misschien maar goed ook, want ik zag heel veel kettingen waarvan ik dacht, als hij in het zilver was, had ik hem gekocht. En dat ging echt om 4 of 5 kettingen. Dus dat is misschien ook maar wat beter. Laat ik maar gewoon beginnen met de ketting die ik om heb. Dat is ook de ketting waarmee het eigenlijk een beetje is begonnen. Het spreekt eigenlijk een beetje tegen wat ik net zei, want deze ketting heb ik gekocht in Thailand. Ik draag hem ook best wel vaak en ja, daar ben ik blij mee. En hier is het dus wel een beetje mee begonnen. Ik ben 1,5 jaar geleden in Thailand geweest. En toen waren statement kettingen, waren er natuurlijk wel best wel veel. Maar het werd nog niet zoveel gedragen als het nu werd gedragen. Dus ik droeg dit. En toen zeiden heel veel mensen, oh wat een mooie ketting. En wat leuk, waar heb je die gekocht? Dus ik, ja, ik heb hem in Thailand gekocht. Dus iedereen vond hem heel erg tof. Dus ik dacht echt, oh wauw, statement sieraden. Maar toen heb ik een hele lange tijd eigenlijk geen statement sieraden gekocht. En ja, sinds een tijdje dus, zoals ik net al zei, is het begonnen. En laat ik maar gewoon ze afwerken, want ik heb ze hier een beetje netjes neergelegd. Ik werk ze gewoon af van boven naar beneden. Ik zou ook niet weten bij welke ik moet beginnen. Laat ik er maar met eentje beginnen die ik ook heel erg tof vind. Dat is een zilveren choker, zoals dat volgens mij heet. Pas heel goed bij de ringen die ik nu om heb. Maar deze heb ik gekocht op eBay, volgens mij omgerekend voor 4 euro. Verkoper heb ik nog wel willen zoeken, maar het is best wel een tijdje terug. Dus ik kon hem niet meer vinden. Deze kan je dus vinden op een metal choker necklace in ieder geval. Dan krijg je er echt heel veel. Je hebt hem zowel in het zilver als in het goud. En ik heb er eigenlijk ook nog een armband bij, maar ik zou even niet weten waar die is. Maar het gaat toch om mijn kettingen. En deze heb ik ook een keer gedragen in een filmpje. En toen kreeg ik ook best wel wat complimentjes erover. Dus daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dat is deze. En de volgende, dat is een van mijn recentere kettingen. Die droeg ik ook in mijn winactiefilmpje van 2 weken terug. En kijk nog even naar dat filmpje van 2 weken terug. Want dat is dus een winactie. En dan kan je vandaag, dus de dag dat dit filmpje online komt, nog aan meedoen. Kijk je het een dag later, is de winactie helaas gesloten. En de winnaar die maak ik bekend op mijn website. Maar laat ik in ieder geval maar verder gaan over de kettingen. En deze heb ik gekocht voor 3,50 euro bij de Big Bazaar. Dicht bij mijn moeders huis was een Big Bazaar geopend. En toen ben ik voor het eerst naar een Big Bazaar geweest. Is het Big Bazaar toch? Of Big Bazaar? Big Bazaar. Big Bazaar. Een Big Bazaar geweest. En toen zag ik sieraden staan. Toen dacht ik, huh, laat ik even kijken. En toen vond ik dus deze voor 3,50 euro. Ik vind het een hele leuke ketting. Hij is echt super licht. Een beetje plastic ook. En dat hoor je ook als je hem beweegt. Maar ik vind niet dat je dat er echt aan afziet dat hij 3,50 euro is. En ja, ik vind hem dus heel erg tof. Nou, dan heb ik nog een ketting die wel wat subtieler is. Maar ik vind het een statement sieraad, een statement ketting. Dat is deze van de H&M. Hij is super
super chic, vind ik zelf. Ja, ik heb deze gekocht in de H&M op Schiphol. Maar was er ook, heb ik later gezien, in een gewone H&M. Deze vind ik gewoon heel erg sierlijk, heel erg mooi. Deze was volgens mij 10 euro, 9,95. Of 12,95, weet ik niet helemaal zeker. Dit vind ik echt een super, super mooie ketting. Draag ik ook heel erg graag. Ik ben daar heel erg blij mee. Dan ga ik nu verder naar een ketting die ik van mijn vriend Mitchell heb gekregen. En deze is te koop in de Pieces, maar van deze weet ik niet meer zeker of deze te koop is. Maar deze ketting vind ik ook super mooi. Het zijn zilveren kraaltjes. Hij is ook heel erg bewegelijk en ja, hij valt gewoon heel erg mooi. En ik ben hier ook heel erg blij mee. Ja, dat was deze. Volgens mij was het deze 16,95. Nou, en dan heb ik nu weer een ketting die ik van mijn vriend heb gekregen. Dat is deze. Die is van de H&M ook. Die heb ik van hem gekregen, want ja, we waren op Schiphol en hij moest voor werk naar het buitenland. En toen gingen we nog even naar de H&M op Schiphol. Het is een beetje Aztec op de ketting zelf. Een beetje grof is die ook en dat vind ik ook heel erg mooi. Dan ga ik nu naar de volgende ketting. Dat is deze ketting en deze ketting heb ik gekocht bij de Ethos. En dat was een heel verhaal ook. Ik wist helemaal niet dat ze bij de Ethos dit soort kettingen verkochten. Maar ik liep of slash viel er letterlijk tegenaan. En toen dacht ik, nou dan moet ik hem maar kopen. Deze was 12,95 bij de Ethos. Ik vind het echt een hele leuke mooie ketting. En ja, hele goede kwaliteit trouwens ook. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Dan ga ik naar de volgende. En deze ketting is eigenlijk een beetje toe aan vervanging. Want hij is niet zo mooi meer. Het is een adelaarketting die ik bij Mode Must-Haves heb gekocht een tijdje terug alweer. En die was toen de tijd 14,95. Maar ja, hij is niet echt zilver. Dus hij is al helemaal bruin aan het worden. Maar eigenlijk vind ik hem het niet minder leuk maken. Dit is eigenlijk de ketting die ik wel het meest heb gedragen. Of in ieder geval, ik heb soms periodes met kettingen. Dus dat ik een bepaalde ketting achter elkaar vaak draag. En deze ketting heb ik echt heel lang achter elkaar gedragen. Ik kreeg ook echt heel veel complimenten over deze ketting. Hier ben ik ook echt super blij mee geweest en ben ik nog steeds. Nou, naar de volgende. Nou, die heb ik wel een tijdje terug al in mijn Primark shop nog laten zien. Dat is deze ketting voor 5 euro gekocht bij de Primark. Is ook nog steeds te koop. En ja, ben ik echt blij mee. Ik vind het echt een hele mooie ketting. Heel erg leuk deze. Dan ga ik meteen over naar de volgende Primark ketting. Dat is ook weer een subtielere statement ketting. Maar ik vind het een statement ketting. En deze was 2,50 euro bij de Primark. En nog steeds te koop. Hij is heel erg mooi subtiel. Netjes. En ja, ik ben er echt fan van. En voor die 2,50 euro. En hij is er nog steeds trouwens. Dus ik vind hem echt heel tof. Dan ga ik over naar een, nog een ketting van de H&M. Dat is eigenlijk een hele simpele chain ketting. Die was volgens mij 5,95 euro. En die zal nog steeds wel te koop zijn. Het is namelijk gewoon echt een ketting die ze al een tijdje hadden. En nadat ik deze heb gekocht, heb ik hem ook nog heel vaak gezien. Maar het is gewoon een simpele ja, schakelketting. En die hebben ze ook in het goud. En die was dus denk ik 5,95 euro. Het is gewoon een hele leuke ketting. Heel simpel, maar gewoon heel erg leuk. Dan ga ik over naar echt een beauty. Maar daar moet ik bij zeggen, dat was een limited edition van de Primark. Dus ik ben bang dat deze er helaas niet meer is. Maar dat is deze ketting van de Primark. Hij is echt, vind ik, zo prachtig. Ik vind het echt een hele mooie ketting. Past ook wel bij heel veel verschillende kleuren, zoals bij zwart. Alleen niet echt bij wit, want die stenen zijn een andere soort kleur wit. Als ik hem nu ook hier bij dit shirt doe, valt hij ook een beetje weg. En dat wil je niet hebben. Dus hij staat bij heel veel dingen, behalve bij wit. Maar ja, echt super mooi. En deze was volgens mij 10 euro. En ja, ik zag deze en ik moest hem echt hebben. Maar ja, Primark heeft wel vaker limited edition kettingen. Zo ook deze. Die heb ik ook gekocht voor 10 euro. Was ook een limited edition. Hier zitten pastelkleurtjes op. Het enige nadeel hiervan is dat ik nu al een steentje kwijt ben geraakt. Dus hier mis ik een wit steentje. Het weerhoudt mij er niet van om hem nog steeds te dragen. Want ik vind het echt een super mooie ketting. Hij heeft pastel, paars, roze, groenachtig blauw. En nog die witte steentjes verder. Dat was een limited edition. Dus helaas ook niet meer verkrijgbaar. En dan kom ik aan bij de laatste ketting van het filmpje. Maar dat is ook de ketting die ik voor het laatst heb gekregen. Want ja, deze heb ik ook gekregen van mijn vriend Mitchell. Het is echt een lieve schat. Maar wat het met deze ketting was, is dat hij in Marokko zat voor werk dus. En op een gegeven moment zei hij een paar dagen later tegen mij van, schat, kijk eens in de brievenbus. En toen zat deze prachtige, prachtige ketting daarin. Ik vind het echt een super
super, super mooie ketting. Ik denk dat dit op het moment wel mijn favoriete ketting is trouwens. Nou, dat was de laatste ketting van mijn statement kettingen stash. Ja, en ik ben dus van plan dat als ik meerdere statement kettingen weer heb, dat ik weer een nieuw filmpje ga maken. En dat om dus ervoor te zorgen dat er nog een paar kettingen tussen zitten die je gewoon kan kopen. En omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind om te blijven delen met jullie. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral even in de reacties achter of jullie het leuk vinden en of jullie het leuk zouden vinden om nog een tweede filmpje hiervan te zien. Nou, ik zou het ook heel erg leuk vinden als je zou abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuw filmpje. Oh, en heb je daar trouwens een verzoekje in? Wil je een bepaald filmpje zien? Laat het achter in de reacties, want misschien kan ik er dan wat mee. En ja, voor nu, tot volgende week. Doei doei!